ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog. Ik heb er echt onwijs veel zin in, ik hoop jullie ook. Ik ben echt een tijdje offline geweest van YouTube. Ik heb echt heel weinig geplaatst. En ja, dat komt omdat ik bezig was met afstuderen. Ik ben nu eindelijk afgestudeerd en eindelijk klaar. Dus ik ben nu weer van plan om video's te maken, lekker te gaan vloggen. En deze shoplog, ik vind die lamp heel irritant nu al. Nou, ik ga er even voor zitten. En gewoon van plan om weer lekker veel video's te maken. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je ideetjes achterlaat van video's die ik kan maken. En dan zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan veel kijkplezier! Ik heb pakketjes gekregen van Lovies, Naked en van Villa. Het is echt mega veel. Ik weet niet eens of ik alles wel ga laten zien. Want het is echt een beetje veel. Ik ga beginnen met Naked. En ik heb daarvoor ook weer een kortingscode. Dus die zal ik ook in beeld zetten. Met Naked heb ik gewoon een maandelijkse samenwerking. Ik zal eerst even alles er ook uithalen. Echt deze hele doos zit helemaal vol met allemaal kleding. Als eerste heb ik echt een mega leuk bruin jurkje. Had ik nog niet. Ik heb hele leuke nieuwe bruine laarzen. Ik dacht dat ze er leuk onder. Vind ik een beetje moi staan. Maar het is wel echt een heel leuk jurkje. Wel super kort. Het is dus dit jurkje in een soort... Ja, het is wel echt zo'n linnen stof. Heel erg mooi. En in een hele mooie bruine kleur. En dat linnen vind ik gewoon echt heel erg fijn. Je kan hem strakker trekken hier. Dus je kan hem zelf een beetje korter maken. Maar dat is niet echt nodig, want hij is al best wel kort. Ik heb deze in een maatje 36. Maar een 38 was geen overbodige luxe. Dus dat is dit eerste jurkje. Oké, ik vind het jurkje echt heel mooi en zit heel lekker. Echt zo'n hele fijne stof. En hij is dus eigenlijk al helemaal niet zo heel kort. Ik dacht dat hij echt veel korter zou zijn, maar het valt eigenlijk wel mee. Dus ik ben hier echt, echt heel blij mee. Dan heb ik van Naked echt een heel leuk setje. Ik hou dus echt van linnen, wat ik net al zei. En ik heb dus een linnen setje met een blouse in een beige kleur. En een broekje. En ze zijn echt top. Ze zitten echt mega lekker. Wel vind ik het soms een beetje... Zeker met zo'n blouse en een broekje eruit zien als een soort safari outfitje of zo. Maar ik heb die blouse heb ik in een maat 36. Zo valt die lekker groot. Dus dat is heel fijn. Dus deze is in een mooi beige kleurtje. Ja, echt een heel leuk blouseje. En daarbij hoort dus een bijpassend broekje. En dit is het broekje die erbij hoort. Echt een mega fijn broekje. Kan je natuurlijk ook met 1000 andere dingen combineren. Of met een leuk topje. Ben er echt mega blij mee. Ik heb deze in een maatje 38. Zit echt perfect. En die is dus dezelfde kleur als het blouseje. Dus het is heel leuk om samen te dragen en open met iets anders. Maar je kan het ook los van elkaar dragen. Dus dat is deze. En hij heeft heel veel elastiek. Dus dat zit super lekker. Ook leuk voor met je bikini. Oké, dit is het blouseje. Het blouseje zit echt mega lekker. Ook gewoon heel leuk om gewoon alleen je bikini onder te doen. Broekje zit ook super lekker. Ik heb er nu even geen hemdje onder, maar het even samen gecombineerd. Ja, ik vind het echt een heel leuk setje. Ik denk dat ik dit wel vaak ga dragen, zeker in de zomer. Dan had ik echt een prachtig jurkje van Naked. Ik weet nog niet precies wanneer ik het aan ga doen, maar ik vind hem wel echt mega mooi. Ik had hem al vaker gezien. Maar ik dacht, ja Jan, wanneer ga je het aandoen? Nooit. Het is dus met van die hele... Ja, het is een soort kant. Ook wel linnen. Maar van met die bloemetjes. De achterkant is dan helemaal open. Echt prachtig. En dan kan je hem zo dicht doen. En het was gewoon zo'n schattig mooi jurkje. Zit je nou een vlek? Oh nee, een pluisje. Dus ik dacht gewoon een keer leuk voor een feestje. En die mouwen zijn ook prachtig. Die schijnen dus door. Maar die hebben dus van dat... Ja... Een beetje dat geplooide effect. En dan weer allemaal van die mooie bloemetjes. Ik was vorige week heel erg ziek, dus misschien klink ik nog een beetje ziek. Oké, ik heb de jurk aan. Hij is echt prachtig. Kijk, van de voorkant heeft hij dus helemaal van die mooie bloemetjes. Hij schijnt dus bijna niet door. En de achterkant is hij dus helemaal zo open. Ja, je BH moet eigenlijk even weg. Zo, maar dan is hij dus helemaal open. En kijk deze mouw, hoe mega mooi. En dan is hij gewoon iets boven je knieën. Ik vind het echt een prachtig jurk. Alleen als je dus zo ziet is die best wel saai. Maar die achterkant is echt mega mooi. Ik had ook nog wat accessoires bij Naked. Of had ik niet? Ik had namelijk een nieuwe zonnebril. Ik zag deze zonnebril. En ik vond hem online heel mooi. Maar ik denk dat hij toch niet echt bij mij past. Maar ik wilde het gewoon heel graag proberen. Dus ik weet niet of ik hem ga gebruiken. Want ik vind hem dus een beetje gek staan op mijn hoofd.
Het is een beetje een raar model of zo. Dus nee. Nee, nu ik hem nu nog een keer zie, denk ik echt nee. Dus het is wel... Het is gewoon echt een prima zonnebril. Ik heb echt heel veel zonnebrillen van Naked. En ik vind het echt fantastisch. Maar dit... Ja, dit doet gewoon niks voor mijn hoofd. Dus deze ga ik helaas niet meer... Die ga ik denk ik even aan een vriendinnetje geven. Dus die bril is net niet voor mij. Maar dat maakt niet uit. Ik had ook nog even een kwastje. Een wenkbrauwkwastje. Gewoon heel simpel. En bij Naked hebben ze dus ook make-up. Ik gebruik heel veel make-up van Naked. Echt super fijn. Een bronzer vind ik daar echt top. Maar ik zag dus ook dat ze nu van die nieuwe wenkbrauwpotloodjes hadden. En die van mij was op. Dus toen dacht ik, ik bestel even een nieuwe. Want deze dingen gaan zo hard. Met zo'n hele fijne spoelie. En dan met zo'n klein puntje eraan. Dus dat is echt top. Deze ga ik sowieso mega vaak gebruiken. Ik had ook twee basic shirts gekocht. Echt niet bijzonder. Maar ik heb dus van die basic shirts. En die draag ik dus echt heel vaak naar werk en met school en zo. Niet dat ik nu weer naar school hoef. Maar ja, het is gewoon een wit shirt. Echt mega simpel. Maar het is gewoon echt voor werk perfect. Het is wel best wel een kort model. Ik heb deze in een maatje S. Dus dat is die heel basic. En daarvan heb ik ook een zwarte. Maar ik vind deze t-shirts gewoon het fijnst. Omdat ze ook niet doorschijnen. Ze hebben echt een mega fijne stof. En gewoon precies niet te lang, niet te kort. Gewoon top. Dus daar heb ik even een zwarte en een witte van. Het is ook echt katoen. Dus dat is gewoon echt perfect. Ook dat je dan niet heel erg gaat zweten en zo. Dus die bestel ik altijd bij Naked. En ik had even twee nieuwe nodig. Na de vakantie ga ik namelijk fulltime werken. En dan heb ik gewoon echt niet basic dingen nodig. Een jasje. Deze had ik nog bij de Zara besteld. Ik ga gewoon lekker alles door elkaar doen. Ik vond dit jasje echt super leuk. En ik had hem al toen best wel vaak gezien. En nu was hij dus in de sale. Dus toen dacht ik, ja, dat was nu nog maar 26 euro. Jou neem ik mee. Dus echt mega leuk. Ik dacht boven een spijkerbroek met een wit topje. Of met een wit shirt al voor naar school. Dus dat is... Deze ben ik echt super blij mee. Oh ja, en ik had nog een nieuw item bij Naked. Deze, ik moest even nadenken. Dit spijkerbroekje. Ik heb dit spijkerbroekje dus ook al in een andere kleur ook van Naked. En die is echt top. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Hij sluit mooi aan. Hij is wel best wel kort. Dus het is niet voor naar werk. Maar gewoon voor in de zomer om te dragen. Wel kan je deze nog omslaan. Dus dan is het iets minder erg. Maar ik vind het gewoon een hele mooie kleur. En het is gewoon... Ja, het zijn gewoon hele fijne broekjes. Die van vorig jaar heb ik ook heel vaak aangehad. Deze heb ik in een maatje 38. En dat zit bij mij eigenlijk echt perfect. Dus dat zijn mijn items van Naked. Dan had ik nog bij Lovies dingen besteld. Ik had namelijk dit rokje echt mega leuk. Heel schattig. Had ik in een maatje M. En deze is 36 euro. Gewoon een heel schattig rokje. En ik dacht leuk met een topje of met een wit t-shirtje gewoon naar werk toe. Lekker voor in de zomer. Dus dat is die. En ik had bij Lovies... Oh ja. Ook nog een groen jurkje. Hij is echt heel heftig qua kleur. Namelijk deze kleur echt felgroen. Maar ik vond hem dus echt zo leuk. Ze hadden hem ook in andere kleuren. Maar deze kleur had ik nog niet. En je kan hem dus... Zo gestrikt dragen, maar ook open. Ik denk dat ik hem eerder open zou dragen. En dan, ja, heeft hij gewoon een heel leuk patroontje volgens mij. Oh, ik heb deze in een maatje S. Volgens mij was die 50 euro. Best wel duur. Ik vind Lovies vaak ook wel overpriced. Dan heb ik nog een jurkje van Lovies. Deze. Die Lovies bestelling ligt hier ook al zo lang. Namelijk dit jurkje. Ook echt mega leuk. Of is het een jumpsuit? Nee, het is een jurkje. Met wit, met zwarte stipjes. Echt een prachtig jurkje. En ik dacht, leuk met mijn zwarte laarzen eronder. En dan, ja, gewoon echt perfect. Dit is dus een beetje doorschijnend. En ja, aan de achterkant heeft hij dus een rit. Ik heb hem wel een maatje M genomen voor de zekerheid. Deze is ook 40, 50 euro. Staat even geen prijs op. Maar ik denk dat deze ook echt mega leuk staat. Ook met een open rug volgens mij. Dus dat is ook top. Dan had ik ook nog bij Fila dingen besteld. Gekregen bedoel ik. Als eerste even een nieuwe riem. Dat vond ik wel fijn. Deze, alleen hij is dus een beetje klein. Maar wel heel leuk. Dus dan moet ik hem maar een beetje op het einde dragen. Zo. Hier pas ik niet in. En ook nog een nieuw jurkje. Een roze.
En dat jurkje die ik net in het groen had, die hebben ze dus ook in deze kleur. Maar ik had deze dus al besteld bij Villa. Echt een mega leuk jurkje deze. En een hele mooie kleur. Ik vind wel dat deze kleur mij altijd heel erg Barbie maakt. Maar het is wel alsnog een hele mooie kleur. Ik heb hem in een maatje S. Deze is 45 euro. Maar dat is dus dit hele leuke jurkje. Ik ben er echt verliefd op. Ook leuk voor werk. Dit is een jurkje die hier dicht is en wel wat langer. Dus dan kan ik hem ook op werk aan. Dus dat is echt top. Nog een leuk wit jurkje. Ik ga er echt snel doorheen. Deze is 40 euro. Heb ik in een maatje S. Met korte mouwen. Ook echt heel schattig. Heel cute. Leuk jurkje. Een soort overslagjurkje. Ik vind de kwaliteit van Villa echt top. Veel beter dan eigenlijk andere merken. Maar ja, het is natuurlijk ook wel wat duurder. Maar je voelt gewoon aan. Het is heel hele dikke stof. Het schijnt niet door. Het is gewoon veel betere kwaliteit. En hij heeft dus hele schattige mouwtjes. Dus dat is dit jurkje. Dan een heel leuk blouseje nog die ik daar had besteld. En dat is namelijk dit blouseje. Hij is echt super schattig. Je kan er dus een topje onder doen of alleen je BH. Of gewoon echt een t-shirtje. En dan kan je hem dus aan de voorkant vastknopen. Maar het is echt zo'n schattig effect. Maar het ligt er een beetje aan wat je er onderaan doet. En dan heeft hij van die hele leuke schattige mouwtjes. Het is echt, echt heel cute. Dus hier ben ik heel blij mee. Kan ik ook lekker naar werk aan met een shirt eronder. Het kaartje is weg omdat hij anders... Volgens mij was die... Had ik hem in een maat S. Ik weet niet meer hoe duur die was. 30 euro denk ik. En ik had nog iets gekocht. Die ga ik op Vinted zetten. Vind ik namelijk toch niet echt helemaal mijn stijl. Het is namelijk een, ja, een beige wit spijkerjurkje. Hij staat bij mij ook echt niet mooi. Ja, het is gewoon wel echt een leuk jurkje. Maar hij staat bij mij gewoon echt niet. Ik heb een spijkerjurkje, die vind ik echt top. Maar deze vind ik echt gewoon niet leuk. Dus helaas. Dat is deze. Hij heeft van die mooie zilveren knoopjes. Hij was 55 euro. Dus dat is wel best wel duur. En ik heb hem in een maatje 36. Maar helaas niet voor mij. Dus die ga ik op Vinted zetten. Dus dat waren de dingen die ik heb gekregen of heb besteld. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!